Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda en welkom bij deze speciale kersteditie van het Weekoverzicht. Deze week kunt u genieten van de hoogste oliebollenkraam van Brabant op de 6e etage van het oude belastingkantoor. Naast deze oliebollenkraam is er ook een DJ-estafette elke dag van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. De bovenste verdieping van het oude belastingkantoor is omgetoverd tot de hoogste oliebollenkraam van Brabant. Tevens wordt hier 12 dagen lang een DJ-estafette gehouden. Ja, Breda bakt ze hoog. Dat is wat we hier doen. Het oude belastingkantoor is nu van de gemeente en we zijn nu bezig met de transitie van het hele gebied. Aanleg van het nieuwe markt, stadspark, ook het gerechtsgebouw hierachter wordt binnenkort van ons. Dus dit hele gebied gaat in de komende paar jaren gewoon echt veranderen. Nou, tot die tijd willen we het natuurlijk goed gebruiken. En bij Betoverend Breda hoort ook voor een deel dat je activiteiten aanbiedt. En ja, Breda bakt het hoog, de hoogste oliebollenkraam van heel Brabant met het mooiste uitzicht. Dus wees van harte welkom om hier oliebollen te komen eten. Nou, de gemeente kwam met het idee, omdat dit de locatie is van de gemeente. En daar zocht ze een bakker die dus de oliebollen wilde bakken. Mij benaderd en ik heb ja gezegd. En toen zijn we wat gaan brainstormen hoe en wat. En hoe gaan we, wat voor assortiment gaan we doen. Dus het is oliebollen, naturel gevuld. Appelbier's, gluwijn, bubbels en de DJ's. Dus het wordt een gezellige bedoeling. Als DJ School Breda een evenement, de DJ-servette. En dat is een evenement dat 12 dagen lang duurt, met verschillende DJ's uit Breda en omstreken, op hoog niveau. En hoe denkt u dan dat de klanten dat zullen vinden, de ervaring die ze zullen hebben? Nou, de locatie trekt ze aan en ik hoop hopelijk ook de oliebollen. Dus de combinatie en de gezelligheid, ja, moeten ze hier naar 6 hoog leiden. Ik denk dat het uniek is, zeker omdat er heel veel talenten komen opdagen die hun kunsten willen laten zien. En dat er ook oliebollen worden gegeten. En met name op hoog niveau. En dat is denk ik heel uniek. Bewoners van de Molenstade hadden een hele speciale middag. Want kinderen van de internationale school kwamen langs om samen met hen de kerstboom te versieren. De bewoners van de Molenstade konden samen met leerlingen van de internationale school een kerstboom versieren in de aanloop naar kerst. Wij hebben op uitnodiging van de betrokken ondernemers de gelegenheid geboden aan leerlingen van de internationale schakelklas om contact te maken met het fenomeen kerstfeest. Daar zijn we van de zomer al over bevraagd en we hebben gezegd van, nou, dat die mogelijkheid die willen we aangrijpen. Het maakt het wel heel bijzonder. Ik ben ook aangenaam verrast daardoor dat het de internationale schakelklas is. Kinderen uit verschillende landen die op deze manier in contact komen met de bewoners die hier in de Molenstaat wonen. Anderzijds de Molenstaat, de bewoners die hier wonen, in contact komen met leerlingen vanuit verre landen. Er zijn heel veel mensen in Nederland eenzaam en dat is bekend. Daar zijn onderzoeken naar gedaan en wij willen, zeg maar, ook in de kerstperiode willen wij de bewoners in de diverse tehuizen een lichtpuntje geven en een kerstboom bezorgen. Die kerstboom leuk met hun aankleden en zorgen dat zij ook dat de bewoners ook hier een hele leuke kerst gaan krijgen. Ja, we vinden het heel leuk om naar hier te komen en die kerstboom versieren en met zo oude mensen te helpen. Ja. Want jullie hebben vieren zelf nooit kerst. Hoe vinden jullie het, de kerstsfeer? Ja, bij ons is het geen kerstfeest, maar ja, ik vond het heel leuk. Een gezellige week, ja. Hoe vindt u het om vandaag de kerstboom te versieren met deze jonge mensen? Oh, leuk. Hoef ik het zelf niet te doen. Wat betekent kerstmis voor u, mevrouw? Dat is al sinds jaar en dag een heel mooi feestdag. Zo het geheel ervan, zowel thuis als bij andere mensen. Heb ik altijd fijn gevonden, waar ik ook was. Nou, in Duitsland of Friesland of waar dan ook. Ik was altijd ergens met kerst. En hoe is het dan nu om met kinderen die u niet kent een kerstboom op te tuigen? Hoe vindt u dat? Dat vind ik wel leuk. Want er hoort er allemaal bij. Hè? Dat zijn allemaal stukken van het leven. Zo zie ik vaak van dat soort dingen. En dan, dat is voor hen ook zo. En als ze zelf wel wat jonger zijn, dan is het voor hen mooi om dat dan te kunnen. In Breda zijn er rond deze tijd vele kerstmarkten.
waaronder ook in het Ginneken. Onze verslaggever ging er langs en proefde daar de sfeer en of het een beetje gezellig is daar. Het is niet alleen betoverend Breda, maar ook betoverend Ginneken. We zijn hier op de kerstmarkt en we komen hier niet om gluwijn te proeven, maar wel om de sfeer te proeven. Ja, heb je het wel gevonden? Nou, ik heb gisteren zelf hier op de kerstmarkt gestaan. Oh echt? Ja, daar een eentje verderop met als collega's. Wat? Met Oigo. Opgeven is geen optie. Oh. Want een collegaatje van mij die is al 3 keer getroffen door kanker. Oh. En dan gaat een man die gaat 3 keer van de zomer de berg op de West. Ja. Dus ja, dan moet je geld meenemen, hè, helaas. Maar ja, dus we hebben goed verkocht. Hé, hey, wat goed. Ja, goed hè. Hey, maar jij bent dan toch niet van dat geld nee. Wat je opgaat? Nee. Natuurlijk niet. Een Santa Run is een run hier in het Ginneken en door het Masbos. Waarbij mensen verkleed in een kerstmannenpak 3 kilometer of 6 kilometer gaan lopen. En met de opbrengst is voor het goede doel. En welk doel is het dit jaar? Ja, we hebben dit jaar voor Happy Hippo, dat is een stichting, die verjaardagsdozen inpakken voor kinderen die normaal gezien niet hun verjaardagsfeest kunnen vieren omdat de middelen ontbreken thuis. Dus dat is een heel mooi doel. En voor de kinderafdeling van het nieuwe Amphia, waar demontabele wanddelen komen, zodat kinderen die daar in het ziekenhuis worden opgenomen, hun eigen sfeer in hun kamer kunnen maken. Dus het zijn 2 prachtige doelen. Ja, ik hoop als eerste over de finish te gaan zo meteen. Ja? Okay. Of mijn buurman in ieder geval, die is sneller dan ik. Okay. Ja, hou hem in de gaten. Ja, dat gaan we doen. Ja, okay. En hoe kunnen we jou herkennen? Aan een witte baard. Nou, het ziet er zo gezellig uit hier. Vertel, wat heb je allemaal gemaakt? Ik heb alles gemaakt. Die kerstbomen en met dat glas erin en de kransen en die jurkjes. Het is heel veel werk. Echt heel veel werk. Ja. Hoe lang doet u er ongeveer over zo'n jurkje? Zo'n jurkje? Nou, daar ben ik toch wel een paar uur mee bezig hoor. Dus dan moet ik echt een paar uur mee werken en dan... Dus je begint eigenlijk al in de zomer om in de kerstsfeer te komen? Ik begin al in januari met de kerstspullen te maken, want anders redden we het niet. Lekkere chocolademelk, lekkere glühwein voor het goede doel. Ja, ik hoorde je allemaal zo schreeuwen net. Ja, wij verkopen chocolademelk en glühwein voor het goede doel, voor Stichting PIM. Dus voor iedereen lekkere chocolademelk. Kom vooral hierheen. En Stichting PIM, vertel. Stichting PIM is een centrum voor mensen met meerdere beperkingen. Een dagbesteding. En daar, wij staan voor Lions Quattro, halen we daar geld voor op. Het evenement Winter Wonderbeek is in volle gang. Er kan geschaatst en geroetst worden op de markt in Prinsenbeek. Ook zijn er allerlei leuke optredens georganiseerd. Kunt u vertellen wat Winter Wonderbeek inhoudt? Winter Wonderbeek is een schaatsfestijn hier in Prinsenbeek voor alle leeftijdscategorieën. Voor de peuters, de scholen en de kinderen en zelfs voor ouderen. We hebben gisteren en eergisteren zelfs een oudermiddag gehad. En dan doen de ouderen genieten van hoe de kinderen schaatsen hier op de schaatsbaan. Dat is in kort gezegd wat Winter Wonderbeek doet. En daarnaast organiseren we nog vele andere dingen om de schaatsbaan voor iedereen aantrekkelijk te maken. Hoe is het om hier ijsmeester te zijn bij Winter Wonderbeek? Ja, eigenlijk is dat wel heel erg leuk. En je ziet zelf wel bij de kinderen dat voor ons eigenlijk ook heel leuk is. En je hoeft er weinig voor te doen. En meneer, wat is de reden dat u hier bij Winter Wonderbeek bent vandaag? Nou, wij gaan altijd in Prinsenbeek boodschappen doen. En als we hier boodschappen gaan doen, dan gaan we toch even naar de ijsbaan kijken. Want het is zo'n mooi evenement. Ik wil ook de organisatie van Winter Wonderbeek feliciteren met hun 10-jarig bestaan. Ik vind het gewoon een hartstikke mooi evenement. En veel kinderen kunnen hier terecht. Geweldig, geweldig. Ja. Hey, iedereen is welkom, want ze komen ook uit de Hoge Vught. En wij, ik weet toevallig ook van buiten andere dorpen die hier ook komen met opa of oma om te schaatsen. Dus iedereen is welkom. Elke keer als we hier zijn, dan komen we toch even gauw een gluwijntje drinken of een jekerthee. Dat hoort erbij, want het is een beetje winter. Hè? En dan even kijken naar de kinderen. Het is echt vooral een evenement voor de kinderen. En het is zo prachtig om te zien dat die kinderen al zo bezig zijn en hartstikke veel plezier hebben in dat schaats. Nee, geweldig leuk. We zijn van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur open. En het geheel wordt, en dat wil ik echt nog wel onderschrijven, gedaan door alleen maar vrijwilligers. En dat vinden wij wel heel knap. De middelbare school Het Scala heeft een grote inzamelingsactie opgezet voor Kika in de strijd tegen kanker. Deze actie wordt afgesloten met een fancy fair op de school.
aan het begin van het schooljaar, we zijn eigenlijk de eerste week van het schooljaar zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we besloten, we willen een hele grote kerstactie doen dit jaar. En daar willen we eigenlijk gewoon de hele school bij betrekken. Alle leerlingen en alle collega's. En toen zijn we op zoek gegaan naar een doel eigenlijk. Hè? Van wat gaan we doen? Welk goede doel pak je dan? Toen zijn we bij Kika uitgekomen, omdat Kika natuurlijk eigenlijk bij iedereen wel aanspreekt. En helaas voor heel veel mensen, ja, die verschrikkelijke ziekte natuurlijk. En daar krijgen heel veel mensen mee te maken. En daarom ook dit doel gekozen. Toen zijn we begonnen. En toen moesten we iets gaan verzinnen van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat hebben jullie toen verzonnen? De eerste actie die we hebben verzonnen is de flessenactie. Dus verzamel met de klas zoveel mogelijk lege flessen in. Nou, we hadden een bepaald aantal in ons hoofd. Het zijn er uiteindelijk 10.000 geworden. Ze hebben vandaag geteld. Dus daar zijn we ontzettend trots op. En een markt. Elke collega moest iets leuks verzinnen. Wat kun je doen met de leerlingen? Wat kun je maken? Waar kun jij je geld mee ophalen? Denk out of the box, niet gelijk in je comfortzone. En er zijn ongeveer 50 workshops vandaag waar de kinderen iets mee doen, iets mee maken. En vanavond hopelijk nog meer geld mee gaan ophalen. We zijn langs deuren gegaan. Sommigen zijn zelfs langs winkels gegaan. En we hebben thuis bij familie ook opgehaald en gevraagd. En dan krijg je meestal heel veel flessen. En nu zijn het er ook heel veel. De eerste prijs was om 2 lesuren vrij te hebben alleen. En toen is er later bij gekomen om naar Happy Italy ook te gaan. En wie gaat naar Happy Italy van jullie? Ja, mijn klas heeft gewonnen. En dus wij krijgen de prijs dat we naar Happy Italy gaan. En wij krijgen ook 2 lesuren uitval. Kun je iets vertellen over de workshops die de leerlingen vandaag kunnen volgen hier op het Scala? Ja, er zijn een hele hoop verschillende die ze kunnen doen. Hier bij ons hebben ze €5 betaald. Heel de ochtend kunnen ze gamen. En een aantal helpen vanavond ook. Vanavond kunnen mensen die komen, kunnen hier binnenkomen. Eurotje betalen. Kunnen ze een potje FIFA spelen tegen of een leerling of tegen mij. Dat zijn de workshops die wij geven. Hoe trots bent u als directeur dat uw school zoveel flessen heeft ingezameld voor het goede doel? Ja, als je gaat kijken wat we doen en je ziet dat we hier na de herfstvakantie mee zijn begonnen. En dat begint dan heel schoorvoetend van, god jongens, we gaan flessen inzamelen. En dan zie je een etalage heel langzaam vol lopen met flessen. En als je dan op de dag dat we ze in gaan leveren 10.000 flessen hebt, dan denk ik dat je met recht mag zeggen, jongens, dat is trots. Want dan heb je als startbedrag voor een actie al €2500. En dat brengen dan leerlingen gewoon mee. En ja, dan ben je gewoon apetrots. Kan niet anders zeggen. Dit was weer het laatste weekoverzicht van 2018. Ik wens jullie allemaal een fijne kerst toe en een gelukkige jaarwisseling. En jullie kunnen genieten bij Breda Nu van speciale kerstuitzendingen en onze kerstspecial. Ik zie jullie graag allemaal volgend jaar terug bij Breda Nu en natuurlijk bij het weekoverzicht. Tot volgend jaar. Breda Nu. Je weet het meteen.